hele prachtige mooie schulpen. Vruchten, opdroege vruchten, heb ik daar een soort in het schaal lezen. En daar ben ik verhalen bij. Er is geen vrucht bij, wist ik net wat wie, maar doe jij dat de mensen in Gambia, dat broek me als paspoens. Nou, ik zei, dan moet ik maar een lekker verhaal bij. En dan is Jeringen, die kwam ik uit. Uit Gambia waar. En ze binnen ze eer, maar ik weet niet wat. En dan hingen ze zijn steen. Ja, dat ik niet steen, dat ben oilietse schulpjes, ben fossielen. En die wou ik van hier een kepi. Van mijn vrouwtje. En dat mocht niet. En toen zei ik, want er is altijd tijd op Gambia, als het alleen op best is, er is een zwarte jongen bij die. Oh? Ik zei, waarom was die net verkepen, wat doet ze er mee? Het hield van een voet naar de. En toen vond ik toevallig zelf, ik zo'n steken. Ik denk, ho, daar zit weer een verhaaltje, jongen. Dus, dan neem je dat mee. En heb je allemaal broek? Nou, nee, van mij geschiedenis, historie. Dit binnen de boormosselschelpen. Steen uit Marokko, prachtige fossielen zitten erin. Daar haal je een mooi fossiele uitdrukken. Die steen komt alleer van de Noordkaap. Lege windfles uit Oostenrijk. Waar van die mooie dingen heb ik vond in oude Oudhuizen, die mocht ik horen. Ja, is dat nou mooi of weet dat nou net? Maar dat is toch dat prachtig, zulke verhaal. Ik zou nog heel wat vertellen kunnen. Maar ja, goed, we gaan weer verder. Sri Lanka, Albanië, nou, een liedje van Marokko. Nou ja, niet het kooi souvenirs. Die komt uit Olympia. Cuba, maatje die in de ziek maar. Die is van Gambia. Nou, en dan is ja, hier ergens een hele rare schulp. Nou, wie neemt ze ook nog mee? Maar hij staat wel in het schulpenboek. Is dat zo? Ja. Nou, dus kijk, we zijn het Jezus aan het kruis. Het is een bestaande schulp. Nou, zo vind ik prachtig. Dus ben je naast in het museum? Ja, het zou zijn wel. Als je mensen kan ik het wel pratend horen.